Hallo, welkom. Ik ben Sabrina en ik heb deze keer de Tarte Cosmetics Custom Kit. En de Custom Kit is een actie die 1 of 2 keer per jaar wordt gehouden. En dan mag je dus je eigen kit samenstellen uit allemaal spulletjes. En hij kost 65 euro. En wat de waarde is, verschilt natuurlijk echt heel erg omdat het aan de producten ligt die je kiest. Ik had nu volgens mij een waarde van om en nabij de 200 euro. En hij kost dus 65 euro. Ik deel trouwens altijd op Instagram wanneer deze actie is. Dus ook volgende keer zal ik hem weer delen zodra hij beschikbaar is. Hij is altijd iets van 3 dagen beschikbaar of zo. En wat trouwens misschien goed is om te weten is dat ik hier helemaal geen invoerkosten voor heb hoeven betalen. Ik heb gewoon die 65 euro moeten betalen en voor de rest helemaal niks. Je mag maximaal 3 kits kiezen. Dus ik heb ook heel erg zitten twijfelen of ik er 2 zou doen. Want ik heb het vorig jaar ook gedaan en ik ben eigenlijk best wel heel erg tevreden over veel van de producten. Sommige van de producten heb ik dus ook weer gekozen die ik vorig jaar ook had. Het is trouwens niet dat je echt uit heel de website mag kiezen. Ze maken zelf een selectie, dus je hebt allemaal stappen die je doorloopt. En bijvoorbeeld volgens mij is stap 1 dan face. En dan kan je uit een paar foundations kiezen of uit een concealer of iets in die trant. Dan heb je lips en dan kan je uit allemaal lipproducten kiezen. Maar niet alles dat ze hebben. En laten we dan beginnen met het eerste product dat ik heb gekozen. Dat is namelijk het tasje. En het tasje is altijd de laatste stap die je kiest. En dan zijn er dus verschillende tasjes die je kan kiezen. Ik heb vorig jaar eigenlijk een soort van zwarte toilettas, een hele handige toilettas gekozen. En dat is eigenlijk mijn vaste toilettas geworden. Nu heb ik deze gekozen. Dit is een beetje een glitter toilettasje. Het is eigenlijk bijna meer gewoon een soort van schattig uitgaanstasje. Met een gouden kettingje en een rits. En daar zaten mijn producten in. Laat ik dan eerst even beginnen met de producten die ik vorig jaar ook had gekozen. Want over deze producten was ik dus heel erg tevreden. Dat is om te beginnen van Tarte Cosmetics de Man Eater Mascara. Het is gewoon een zwarte mascara en je kon uit 2 mascara's kiezen. En die ander die zag er op zich ook prima uit. Maar deze vond ik vorig jaar dus echt heel fijn. Omdat hij gewoon echt een heel goed borsteltje heeft. Kijk, het is een redelijk dik siliconen borsteltje. En op de een of andere manier weet hij echt de meest kleine en fijne haartjes te pakken. Zonder dat ik de hele boel ondersmeer omdat het borsteltje best wel groot is. Dus ik vond het zelf heel erg prettig. En hij separeert heel erg mooi de wimpers. Dus over deze was ik heel erg tevreden. Het tweede product waar ik echt super blij mee was en die ik dus ook echt op heb gemaakt. Is de Big Ego Sketch & Set Brow Pencil en Tinted Gel. Ik heb hem genomen in de kleur taupe. En er is dus in het kiezen van je producten een stap met ogen. En dan kan je dus uit allemaal eyeshadow palettes kiezen. Maar dus ook uit een paar wenkbrauwproducten. En eigenlijk zien die eyeshadow palettes er natuurlijk echt super leuk uit. En eigenlijk zijn die veel leuker om te kiezen. Maar ik was hier gewoon zo tevreden over. En deze heb ik opgemaakt. Terwijl ik nog zoveel eyeshadow palettes heb liggen. Dat ik dacht, oké, ik doe deze gewoon weer. En er zitten dus 2 kanten aan. En kijk, de ene kant is een potloodje voor je wenkbrauwen. En hij heeft een hele mooie kleur en hij blijft goed zitten. En het is echt een fijn puntje waardoor je ook een beetje hartjes kan tekenen. En er staat dus dat de andere kant een tinted gel is. Dus er staat niet dat het een brow gel is en dat klopt ook wel. Kijk, het is een gekleurd gelletje. Maar eigenlijk voelt het niet echt als een gel, want het is meer zo'n fiber. Zo'n fiber spulletje, want hij maakt je wenkbrauwen een stuk dikker. En eigenlijk moet je daarna nog een wenkbrauwgelletje eroverheen doen. Zodat je wenkbrauwen echt goed in model blijven. Maar dit was voor mij dus ook echt een blijvertje. Dus hier ben ik echt super blij mee. En dan de producten die ik nog niet ken. En laat ik beginnen met de foundation. Dit is van Tarte de Face Tape Foundation. Je kon kiezen uit 2 foundations. En de andere foundation die heb ik staan. En daar ben ik eigenlijk matig enthousiast over. Dus die wilde ik sowieso niet. Dus ik ga deze nu gewoon proberen. Ik heb hem genomen in nummer 16N, Fair Light Neutral. En er is een soort toeltje. En dan laat je gewoon je gezicht zien. En dan zegt hij zelf een suggestie voor de kleur die je nodig hebt. En ik moet zeggen, als ik hem zo zie, dat het best een goede kleur voor mij lijkt. Ik zal hem heel veel op mijn hand proberen. Ik denk dat het echt een hele goede kleur is voor mij. Het is echt wel een goed toeltje blijkbaar. Kijk, dit is de kleur. En hij is dus redelijk aan de lichte kant. Maar dat klopt bij mij ook wel. Ik ben benieuwd, hij voelt best wel romig en hij voelt ook best wel full coverage. Tarte staat trouwens echt bekend om de concealers. En volgens mij is de allerbekendste concealer die blijkbaar heel Amerika ooit veroverd heeft, de Shape Tape Concealer. Dan heb ik ook een lipproduct gekozen en dit is een nieuw product van Tarte. Dit is de Maracuja Juicy Lip.
Ik heb deze gekozen in de kleur Grapefruit. En vorig jaar had ik ook een lipproduct gekozen. En ik dacht toen ik hem online koos dat het echt een super mooie kleur was. En toen zag ik hem in het echt. Hij was echt veel te bruin. Ik heb hem echt totaal niet gebruikt. Dus ik hoop dat dat nu beter is gegaan. En dit is een nieuw product van ze. En ze hebben er ook super veel reclame voor gemaakt op Instagram en zo. Het is een soort van lipbalsem. Oh, wat grappig. Je duwt hem omhoog met een drukknopje. Wat dus wel betekent dat hij niet teruggaat. Ik zal hem even op deze hand swatchen. Hij is echt super romig. Het is echt inderdaad een beetje een balsem glossachtig spulletje. Een beetje ertussenin. En dit is gelukkig wel echt een stuk beter gegaan met de kleur deze keer. Want deze is helemaal niet zo bruin. Ik denk dat dit echt een mooi kleurtje is. Ik denk wel wat het nadeel is van dit systeem is dat die hele dop onder komt te zitten. Hier, ik zal een beetje op mijn lippen doen. Zodat het niet al te veel op de dop komt. Het voelt trouwens wel echt super lekker op de lippen. Ik denk dat dit wel echt een hele goede is gewoon voor lekker in je tas, even snel lippenbalsem. Echt wel mooi lekker spul. Nou zitten er nog twee producten in. De ene laatste is een bronzer. Dit is de Park Avenue Princess Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer. Ik ben gek op mooie bronzers en deze zag er echt heel mooi uit. De verpakking is trouwens echt super tof. Kijk, het is een beetje een boekje. En het voelt ook echt lekker stevig. En dit is de kleur. Het is echt een best wel lichte bruine bronzer. Er waren volgens mij twee kleuren waar ik uit kon kiezen. Die andere die was sowieso te donker voor mij. Maar hier kan je best wel wat van aanbrengen, want dit is echt wel een hele subtiele. Het klinkt heel raar, maar hij ruikt, zelfs nu ik verkouden ben, ruik ik gewoon een soort van kokosgeur of zo. Ik weet niet of ik nou gek ben, want ik vertrouw mijn neus niet helemaal op het moment. Maar volgens mij ruik ik echt wat. Er waren best wel veel producten waar je uit kon kiezen voor je gezicht. Dus ook allemaal blushes en ook dus meerdere bronzers. Er was ook deze, maar dan in een soort van shimmervorm. Die zag er ook echt super mooi uit. Maar ik dacht, ik kies toch voor deze, omdat deze gewoon altijd kan. En ik kan altijd met highlighter zelf wat shimmer aanbrengen. Als laatste heb ik ook nog een verzorgingsproduct gekozen. Er waren allemaal producten waar je uit kon kiezen. Dus reinigers, crampjes. En ik heb voor een oogproduct gekozen. Dit is de Shape Tape Eye Cream. Hij heeft aan de bovenkant dus zo'n koud bolletje. En er staat iets dat je het moet indrukken volgens mij. Er staat pump then roll under eye area. Oh, dit is het pompje. Kijk, je moet hierop drukken en dan komt het naar boven. Het klinkt misschien een beetje stom, maar ik heb deze genomen alvast voor als de baby er is. Want dan krijg ik natuurlijk heel veel slapeloze nachten weer. En dan met zo'n ijzeren bolletje, dat die past natuurlijk een beetje. Waardoor ik hopelijk een beetje levend eruit kan zien. Dus deze bewaar ik voor als de baby er is. Dus dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.